Hi Waterman, een leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 45. En dat is van maandag 4 november tot en met zondag 10 november. Naar de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof deze week een week is waarbij je niet helemaal weet wat je nu eigenlijk moet gaan doen. Ik heb het gevoel dat er best wel wat dingen zijn waar je heel tevreden over bent, maar je lijkt ergens mee aan de slag te gaan wat niet meteen resultaten gaat brengen. En het houdt voor mijn gevoel in dat je er niet harder voor hoeft te werken, want je lijkt ontzettend hard te werken. Alleen er lijkt gewoon te veel twijfel te zijn. Ga wat meer naar je hart luisteren, want dat lijkt het stukje te zijn wat je nodig hebt. En ik heb daarbij het idee dat je dat een klein beetje weggestopt hebt. Alsof je te veel in je hoofd hebt gezeten en je gevoel een beetje weggepropt hebt. En dat gaat nu eigenlijk een beetje wringen. Dat kan je heel makkelijk zelf weer omhoog halen door die dingen te doen die voor jou goed voelen. Neem eens even de tijd van wat maakt mij nu gelukkig? Wat kan ik eraan doen om daarmee ook bijvoorbeeld een ander gelukkig te maken? Want dat lijkt een stukje te zijn wat voor jou ook heel erg belangrijk is. Blijf eens in het gevoel, doe die dingen die voor jou goed voelen en je zult zien dat de rest eigenlijk vanzelf wel weer gaat komen en gaat stromen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.